April 1987, 25 jaar geleden, sloeg haar CDA-partijgenoot Mini Luimstra Albeda, toen wethouder kunstzaken in deze stad, de eerste paal onder dit homomonument aldaar aan de waterkant. En vandaag mag ik uitnodigen minister Marja van Bijsterveld, vliegend hart. Zij spreekt namens het kabinet. Mag ik u uitnodigen? Lieve mensen, het homomonument waar we met elkaar deze 4 mei beleven, is in de kern een oorlogsmonument. Het herdenkt de mensen die in de Tweede Wereldoorlog door de bezetters werden vervolgd, omdat ze anders geaard waren. Homoseksuelen mochten er net als Joden, communisten, zigeuners, Jehovah-getuigen en geestelijk gehandicapten gewoon niet zijn. De roze driehoek die ik vandaag draag, getuigt daarvan. In de Duitse kampen kreeg je bij binnenkomst een nummer en een driehoek. Dat ontnam je je identiteit en gaf je een stigma. Een vrijbrief voor vernedering, voor medische experimenten, voor wreed geweld. Met vernietiging of uitrotten, zoals de NSB het hier in Nederland noemde als sluitstuk. Later is die donkere lading van de driehoek omgezet in lichtende kracht. Het stond na de oorlog voor trots, voor jezelf laten zien aan anderen zoals je bent. Een symbool voor de strijd om in een vrij land open en zichtbaar homo, lesbienne, biseksuele of transgender te kunnen zijn. Die kant van de driehoek zien we in het homomonument ook terug. Er wordt gehuild en gelachen, herdacht, maar ook gedanst. Met zijn punten verwijst het naar het Anne Frankhuis en de Dam, maar ook naar het COC, naar de grachten waar zomers de Kennel Parade vaart en naar de Stopera, waar voor het eerst in de wereld homo- en lesbische paren in de echt werden verbonden. Het homomonument is een oorlogsmonument, maar ook een monument van trots, van liefde en van vrijheid. 25 jaar terug met heipalen in de grond van deze stad verankerd. Vrijheid geeft je door, luidt het 4 en 5 mei thema van dit jaar. En dat is een mooi thema. Het verbindt diegenen die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt met de generaties daarna. Het zit hem in gewone dingen, ook in ons dagelijks bestaan. In vredestijd geven we de vrijheid door. Mijn vader zei altijd: Marja, wees enthousiast en van waarde voor anderen. Er moet op je gerekend kunnen worden. Toen mijn zoon, die in Leiden studeerde, vertelde over een huisgenoot die uit de kast wilde komen, maar daar heel lang over getwijfeld had of hij die stap durfde te zetten, bang voor negatieve reacties vanuit de sociëteit en van andere medestudenten, zei ik hem: denk erom, Dirk, ga pal voor hem staan. Laat zien dat je fier op hem bent, dat je hem steunt. En toen zijn huisgenoot uit de kast kwam, is mijn zoon naar Amsterdam gegaan en heeft daar een regenboogvlag gekocht. Die vlag heeft wekenlang gewapperd aan hun studentenhuis aan het Rapenburg in Leiden. Als een statement. Daar ben ik trots op. Vrijheid geef je door. Emancipatie van minderheden kun je niet opleggen. Die moet vooral van binnenuit bevochten worden. Op straat, op het werk, in het gezin, in de kerk, in de klas en ook in het studentenhuis. In de boezem van de maatschappij. Maar regeringen moeten dat proces wel voor de volle 100% steunen.
Want, zoals die beroemde Amsterdammer Spinoza al zei, het doel van de staat is vrijheid. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen functioneren en hun reden gebruiken en niet met haat, toorn of bedrog strijden. Noch zich door bittere gevoelens jegens elkander laten meeslepen. En zo is het. Dat leert ons helaas niet alleen die verschrikkelijke periode van die Tweede Wereldoorlog. En dat leert ons ook niet alleen de onmenselijke situatie in landen als Iran en Nigeria, waar nog steeds de doodstraf staat op homoseksualiteit. Of in sommige Oost-Europese landen waar homohaat op zijn minst wordt gedoogd. Een paar maanden terug vertelde mijn collega uit het Verenigd Koninkrijk over transgenders die in haar land op een verschrikkelijke wijze waren verminkt, nog geen 2 jaar geleden. In Nederland worden nog steeds homo- en lesbische paren weggepest. 5 jaar geleden stierf een transseksueel na op het Haagse Spui in elkaar te zijn geslagen. Het aantal homo-jongeren dat rond puberteit aan zelfmoord denkt, is nog altijd een stuk groter dan hun hetero-leeftijdgenoten. Het kwaad is nog dichterbij dan we denken. Frida Belinfante, een Joodse, lesbische verzetstrijdster en Nederlands eerste vrouwelijke dirigent, zei na de oorlog: een mens is een mens. Zo is die geboren en zo moet die ook leven. Oorlog is in vele opzichten zinloos. Maar het leert ons één ding. Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is een opdracht. Vrijheid maak je met elkaar en geef je door. En we moeten ons, ook als land, blijven inzetten om die vrijheid door te geven. Dank u.